verwacht de sector nog een stormloop na 1 januari op de expediteurs om bedrijven te gaan depaneren? En zijn jullie daarop voorbereid? Wij zijn natuurlijk voor. Als u rekent, wij moeten rekening houden met 40% meer aangifte. Ja? Het is zo dat we gedurende de jaren, en dat is bij de meeste douaneagenten zo, een bepaald digitalisatiepad zijn ingeslagen. Digitalisatie betekent dus iets grotere volumes. Vanaf een bepaald volume kan men gaan digitaliseren. Nu zitten we met toch wel voor België alleen al een 15.000 tot 18.000 KMO's die 1, 2, 3 tot 10, 12 zendingen hebben per jaar. Dat is manueel werk. Hè? Dus dat gaat heel wat... bedoel, wij kunnen geen 40% meer declaranten gaan aannemen, want die zijn er trouwens niet, dat is een knelpuntberoep. Dus we trachten daar oplossingen voor te zoeken om dat een stuk zelf te digitaliseren. Ja. Luc, kan jij dat inschatten? Komt er nog een stormloop na 1 januari, denk je? Wel, ik denk dat ik daar Jeff in bijtreed, omdat het is zoals dat gezegd, de kleinere en de middelgrote onderneming, die bedrijven, die 14.000, 15.000 tot 18.000 bedrijven, die zijn niet gewend om douaneformaliteiten te vervullen. En het enige document, het douanedocument zoals dat we dat kennen, dat vereist toch wel een... Er zijn een 54-tal vakken die moeten ingevuld worden, enerzijds door de douanespecialisten, maar anderzijds is de nodige informatie daar wel nodig van de importeur-exporteur als dusdanig. En ik denk dat we daar nog redelijk wat werk voor de boeg hebben, zoals dat Chef ook aangeeft, van die kleinere bedrijven als dusdanig. En ik denk dat die gaan wakker worden, als ik het zo moet zeggen, op het ogenblik dat het zich gaat manifesteren. De aandacht, zoals hier ook al aan tafel is gezegd geweest, vanuit de media en dergelijke meer, heeft een bepaalde moeheid gecreëerd. Een bepaalde, laat ons zeggen, laissez-faire, laissez-aller houding. En ik vrees dat als morgen er planten naar een beurs moeten in UK, ja, dat dat niet meer zo evident is als dat men in het verleden gedacht heeft. Ja. En dat men daar met douaneformaliteiten gaat geconfronteerd worden. We gaan niet te veel in detail gaan, maar daar zullen toch bepaalde zaken moeten mee rekening gehouden worden, zoals bijvoorbeeld een carnet ATA, om die goederen over en weer te brengen. Anderzijds heb je de ingenieur die moet gaan werken en die zijn werkmateriaal moet kunnen meenemen. Ja, die gaat geconfronteerd worden ook weer alom met formaliteiten. Dus om te antwoorden op jouw vraag, Bert, van gaat dat een stormloop geven? Ik vrees het wel. Mevrouw Van Herpen, zijn jullie bij de douane op zo'n stormloop voorbereid? Want ik kan mij voorstellen dat bedrijven misschien niet onmiddellijk in de richting van een specialist in een ander bedrijf kijken, maar naar jullie. Is de douane daar klaar voor? Ja, we zitten natuurlijk ook wel met het feit dat het heel moeilijk in te schatten is hoe groot dat de nieuwe workflow gaat worden die op ons gaat afkomen. En dus we kennen... inschatten wat er voor hen gaat extra bijkomen, maar zoals Luc juist ook zei, moeten we toch rekenen, misschien 5.000, 10.000, nog meer bedrijven die al dan niet op groter, kleiner vlak ook aangifte gaan maken. Dat is natuurlijk heel moeilijk te gaan vooraf berekenen. Zijn we klaar? Ja, we zijn klaar. In zoverre dat wij feitelijk het voordeel hebben dat douanetechnisch gezien er voor ons feitelijk niets verandert. Uiteindelijk gaat er gewoon een extra land, een derde land worden, maar al de rest kennen we. We hebben ons personeel, we hebben onze know-how, we hebben goed opgeleid personeel, we kennen onze wetgeving, dus er komt niks nieuws bij, we moeten niks nieuws gaan implementeren. Dus op dat vlak, denk ik, zitten we dan feitelijk wel goed. We kunnen dan ook ons beter voorbereiden door onze dienstverlening uit te breiden. Dat wil zeggen dat wij ook de voorbije
maanden, jaren, zoveel mogelijk de bedrijven hebben proberen te contacteren, te informeren, hun proberen hun aandacht te vestigen op het feit dat er toch wel douaneformaliteiten zullen komen. En dat vind ik dan ook een klein beetje jammer, dat dat ook in de media niet altijd zo klaar en duidelijk was. Dat heeft ook geleid tot heel wat uitstelgedrag bij de bedrijven. Daar gaan dus ook moeten toch wel een soort van inhaalprocedure gaan hebben. En verder van de rest denk ik, wat dat de voorbereiding betreft, dat we nu al de mogelijkheid hebben om de bedrijven in de testversie van PLDA aangiftes te laten insturen. Dus die gaan dat ook al kunnen doen. Dat is van toepassing sedert, dacht ik, 9 of 10 december. Niet vergeten, want er juist was er sprake over de nieuwe landencodes. De landencode die gaat moeten gebruikt worden is GB. En er is op dat gebied ook nog heel goed nieuws, namelijk dat PLDA effectief beschikbaar zal zijn op 1 januari middernacht. Hè. Dus op 0 uur zullen de bedrijven kunnen starten met aangiften in te sturen. Ja. Nu, dienstverlening uitbreiden is niet alleen informeren, we zullen ook proberen zo goed mogelijk beschikbaar, bereikbaar te zijn voor de bedrijven. Wie mij kent, weet dat ze mij altijd mogen bellen, dat ze mij altijd mogen contacteren. Maar we gaan ook onze eigen mensen in Zeebrugge 24 uur op 7 laten werken gedurende de eerste 2 maanden. Dus januari, februari zal de grenscontrolepost van Zeebrugge optimaal benut kunnen worden en optimaal operationeel zijn. Ja. Meneer Gantois, ik zeg dat u wou inpikken. Ik denk daar inderdaad, ik ben heel dankbaar dat Annie het ook nog gezegd, in de media is er heel weinig focus geweest op een akkoord, ja, dan nee, maar zonder akkoord of met akkoord, sowieso zonder douaneformaliteiten moeten gebeuren. Sowieso moet je een export- en een importaangifte doen. En het is daar dat wij heel veel bedrijven zien die nu nog altijd zeggen van ja, maar we rekenen op dat akkoord, maar dat akkoord is voor heel veel zaken irrelevant naar documentatie toe. En dat is waar dat heel veel bedrijven nog inderdaad zich op blind staan. En dan, ik denk dat Annie, wij heeft ons ook gigantisch geholpen samen met de Belgische douane. Wij werken samen met Portmeters. Iedereen die hier aan tafel zit, kan ons heel goed helpen met de vragen, maar de UK-site is iets anders. Ik denk daar inderdaad is het heel moeilijk om soms HMRC pakken te krijgen, om details te krijgen van okay, wat zal er gebeuren. Zij hebben zogezegd een 6 maanden uitstel dat je niet direct je importaangifte moet doen. En het zijn veel bedrijven die zeggen, maar ja, we hebben toch tot in juli om het in orde te brengen. Want dat is een ramp. Weet je, als je 1000 aangiftes per dag opstapelt aan niet in orde, dan creëer je tegen april, mei, juni een volledige ramp. En dat is waar heel veel bedrijven nog altijd zeggen van, we hebben tijd. Het akkoord, ja, nee. Dus, ja.